Goedemorgen jonge meisjes. We gaan vandaag even heel kort kijken naar de spelling les 7 en 8. En vandaag gaan we ons vooral concentreren op het maakwerk van les 8. Morgen doen we het dicté. Zoals gebruikelijk eerst even een dagje beoefenen en dan gaan we het dicté doen. We gaan vandaag kijken naar het voltooid deelwoord. En dan vooral het voltooid deelwoord van werkwoorden die een andere klank hebben. Dat zijn best moeilijke woorden, ik heb jullie ook wel uitgelegd. Als je het niet weet, dan zul je het in het woordenboek op moeten zoeken. En dan zoek je naar het werkwoord schrijven, het werkwoord kiezen en het werkwoord zoeken. Tussen haakjes achter het hele werkwoord, achter de infinitief, zoals we gisteren geleerd hebben, staan dan meestal de verleden tijd en de voltooide tijd. Als je thuis geen woordenboek hebt, kun je natuurlijk altijd online een woordenboek opzoeken. En daar eventjes de woorden intikken. Goed, het werkwoord schrijven. Je weet heel veel van de ei-werkwoorden hebben een klankveranderende verleden tijd. Nou, bijvoorbeeld de verleden tijd van schrijven is schreef. En dat, ik word steeds handiger met die muis. Ik krijg een nieuwe muis die in de vorm van een pen, zodat ik het makkelijker kan doen, schreef met dubbel E. En op het moment dat we dan een voltooid deelwoord moeten maken, dan gaan we daar natuurlijk weer ge voor zetten. Alleen we krijgen in dit geval niet geschreef, maar geschreven. We gaan dan eigenlijk weer terug naar die V in het hele werkwoord. Geschreven. Kiezen is klankveranderend. Koos, dat is de verleden tijd. Je hebt daar de klank O, die ga je in je voltooid deelwoord ook gebruiken. Het voorvoegsel. En dan krijg je niet gekoos, zoals je zou kunnen verwachten, maar gekozen. Dan kijken we toch weer even een klein stukje terug naar het werkwoord. Gekozen. Heel veel klankveranderende werkwoorden worden op deze manier geschreven. Uitzonderingen zijn er natuurlijk in Nederland ook weer. Zoeken wordt bijvoorbeeld zocht. Je gebruikt het kofschip om te kijken of het een T of een D moet zijn natuurlijk. En dan krijgen we in de voltooideelwoord niet gezochten, maar gezocht. En ook hier kijken we weer naar het taxikofschip, het ex-kofschip, om te kijken of gekocht met een D of met een T moet. Nou, als je het schema dan helemaal netjes invult, dan ziet het er zo uit. We gaan vandaag oefenen met het voltooid deelwoord van andere klankveranderende werkwoorden. Het voltooid deelwoord van klankveranderende werkwoorden eindigen meestal op en. Meestal op en. Uitzonderingen eindigen op een t. We hebben ze net besproken. Schrijven wordt schreef, geschreven, de en-klank, kiezen wordt koos, gekozen, en zoeken is dan zo'n uitzondering, dat wordt zocht. En dan krijgen we gezocht, omdat de h in het kofschip zit. Nou, dit waren de regeltjes van het voltooid deelwoord. Nog even in het totaal. Zelfde klank, eindigt die op d, gekleurd. En dan hebben we het natuurlijk over de infinitief, het hele werkwoord, min en. En dan kijken, d, kofschip x, dan krijgen we een d in de voltooide tijd. Een letter in het kofschip x, dan krijgen we een t, en dan krijgen we gefietst. Bij de andere klanken, die eindigen meestal op en, roepen, riep, geroepen, of een enkeling eindigt op de t, zoeken, zocht, gezocht. Ja, probeer dat nog even goed te bekijken. Dan gaan we nu heel even kijken naar de opdrachten en de werkafspraken voor vandaag. Het eerste lesje, de schema's, de werkwoorden. Weet je niet, dan ga je ze opzoeken in het woordenboek. En dan gebruik je deze, de infinitief. Dat woord hebben we gisteren in de taalles hebben we dat gehad. De infinitief, die gebruik je om het woord in het woordenboek op te zoeken.
Ja, en dan de verleden tijd en dan de verleden tijd enkelvoud. Hier staat hij. En daarna het voltooid deelwoord. Ja, we gaan even terug naar de pagina. Kijken we naar het nummer 2. Daar zien we ook weer de woorden voor de kantlijn staan. Voor de kantlijn staan. Een aantal van die woorden heb je in de vorige oefening al gehad. Heb je ze nog niet gehad, dan ga je in het woordenboek opzoeken. Je zoekt het werkwoord zijn. En dan tussen haakjes zie je de verleden tijd en de voltooide tijd staan. De derde les. Hier hebben we hem. Daar gaan we het voltooid deelwoord van deze werkwoorden gaan we opzoeken. Dan staat er weer een opdrachtje onder. En deze. En dat opdrachtje eronder, dat gaan we gewoon heel eventjes skippen. Dat laten we even weg. Dus deze regeltjes heb je in je werkschrift niet nodig. Je zoekt weer naar deze werkwoorden. Weet je ze niet, dan ga je ze opzoeken in het woordenboek. En dat vind je natuurlijk online. Goed, dit is je opdracht voor vandaag. Kijk eventjes goed nog naar dit verhaaltje. Ik blijf toch altijd naar dit verhaaltje. Dit zijn de regeltjes. Is het klankveranderend? Krijgen we een klankveranderende verleden tijd? En we krijgen geschreven of gekozen. En een aantal werkwoorden eindigen dan op een T, omdat de laatste letter in het taxi-kofschip zit. Ik wens jullie heel veel succes met deze les.